Hoentje. Hi, kom eens. Hey meisje. Hallo. Hallo, ga je met mij mee? Hey, gaan we lekker rijden samen? Ga je mee? Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van Bit Magazine. Zoals jullie zien loop ik niet met Contessa, maar met een pony die stuk kleiner is dan Tess. Dit is Brownie. En in deze video ga ik uitleggen wat belangrijk is en waar je aan moet denken als jij met een onbekend paard op buitenrit gaat. Je bent namelijk gewend als je met je eigen paard op buitenrit gaat, dat heel veel dingen vanzelfsprekend zijn. Maar als jij met een ander paard naar buiten gaat, dan is het ineens, zijn er andere dingen heel belangrijk en waar je op moet letten. En dit is dus Brownie. Ik ben nu ook niet op mijn eigen stal, maar ik ben bij mijn tweede huis, de camping. Een van mijn beste vriendinnen, Madinja, die haar ouders wonen, zijn eigenaren van een camping. Wacht, ik ga het jullie zo uitleggen waar het licht beter is. Ik sta hier nu in het voelhok en voordat ik op buiten ga met Brownie wil ik jullie nog een paar hele belangrijke dingen en een paar handige tips vertellen voor als jij met een onbekend paard of met het paard van iemand anders op buiten gaat. Ten eerste is het super belangrijk dat je met de eigenaar goed afstemt wat wel en niet mag. Mag je galopperen? Welke routes mag je wel en niet rijden? Wil de eigenaar dat je alleen gaat of dat je liever met een ander paard meegaat? Heel goed en belangrijk om die dingen af te stemmen met de eigenaar. Want stel je rijdt een route van 3 uur en de eigenaar heeft van ja, maar ik heb gisteren ook al 3 uur gereden. Dan is het natuurlijk niet zo fijn voor het paard, tenzij hij de conditie ervoor heeft. Maar het is dus heel belangrijk om die dingen af te stemmen. Even een dingetje, als je afvraagt wat dit hier op mijn hoofd heeft, dat is een geschenk van moeder natuur. Die vond het tijd om het vandaag te doen. Nou ja, is goed. Het doet wel zeer trouwens met de cap, ik weet niet of mensen dat herkennen. Dan is het ook heel belangrijk dat de eigenaar of de eigenaresse jou uit kan leggen hoe het paard is, waar het paard bang voor is. Daar is vaak een discussiepuntje, want de eigenaar of de ene vindt dat je wel moet weten wat het paard bang voor is, zodat je daar kan op voorbereiden. En de ander zegt, nee, liever weet je het niet, want dan weet je het ook niet of hetzelfde gaat, reageert het paard er helemaal niet op. En het kan zijn dat je dan spanning hebt als je bijvoorbeeld een tractor tegenkomt en dat het paard het meteen overneemt. Daarbij is het ook heel belangrijk, echt super, super, super belangrijk om je telefoon mee te nemen. Het is altijd belangrijk op buitenrit, maar helemaal als je met het paard van een ander gaat. Want als het wat is, dan kun je meteen bellen. En als je zoals mij in een onbekend gebied gaat rijden, is het misschien ook wel handig om je voor te bereiden op de routes. Ik heb dat gedaan door een ruitenkaart. Die ligt hier in de receptie bij de camping. En er staan precies alle routes hier in de buurt op. En ik heb de nummers van de routes op mijn hand geschreven, zodat ik precies weet welke routes ik moet volgen. Nou ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste tips zijn voor als jij met een onbekend paard op buitenrit gaat. In dit geval ga ik dus met Brownie. Brownie ken ik al wat langer. Ik heb namelijk, Brownie is namelijk het paard van een van mijn beste vriendinnen. En dat is Madinja. Madinja heeft vorig jaar met haar paard in Engeland gewoond. En toen ze, of 2 jaar terug eigenlijk, en toen ze terugkwamen, heeft Brownie bij mij op stal gestaan. En heb ik dus Brownie een maandje gereden. Dus Brownie ken ik al wat beter, maar toch heb ik er al een hele tijd niet op gezeten. Niet elk paard is jouw paard, dus Brownie is bang voor hele andere dingen. Brownie is bijna helemaal opgezadeld. En ik ga bitloos. En dan gaan we lekker het bos in. Ik heb trouwens heel handig al de routes uitgestippeld via een of andere kaart waar alle ruitenroutes op staan. En ik heb hier ook de route op mijn hand. Daar heb ik een foto van gemaakt. Dus ik moet route 48, 49, 47, 48. Nou wil ik er wel even bij vertellen dat Brownie niet helemaal onbekend voor mij is. Omdat Madinja natuurlijk een hele goede vriendin van mij is, heb ik Brownie al wel veel vaker gereden. En Madinja heeft ook met Brownie in Engeland gewoond. 2 jaar terug. En toen Brownie terugkwam uit Engeland heeft hij ook bij mij op stal gestaan. Dus toen heb ik hem ook... hij heeft een maandje bij mij gestaan. En ondertussen is Madinja natuurlijk wel vaak langs geweest om hem te rijden. Maar dus ik ken Brownie al wel heel goed. Maar ik heb al heel lang niet meer op Brownie gereden. Omdat altijd als ik hier was, dan gingen we zwemmen. Want het was super warm. Of dan moest ik werken. En ik ben met Brownie nu eerst even aan het poetsen. En Brownie staat vast. Hé, pony. Brownie. Het ziet dus echt prachtig. Want dit is de camping. Ik kom daar net het oprijlaan af. En dan heb je hier al meteen een super lang zandpad. En heel mooi bos. Kijk. Het is echt prachtig hier.
Wow, het is hier zo mooi. Echt, ik ben zo intens aan het genieten hier. We gaan nu heel snel de beeld af. Kijk. Goed zo, meisje. Soepel. Ik heb de volgende strategie bedacht en dat is dat Bruin mij naar huis brengt. Moet vast lukken, toch? Zo, ik ben weer terug en we hebben echt super lekker gereden. Ik ga Brownie nu even, we gaan even langs de moestuin natuurlijk. Ik ga Brownie even afzadelen, even afsponsen en dan mag ze lekker de wei weer op. Nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten of jij een verzorgpartner hebt en daar wel buitenrit mee mag. En dan tot de volgende keer. Doei doeg!